Ingenieur Marcel Meijer heeft vanmorgen een erepromotie gehad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Een eredoctoraat wordt verleend aan iemand met zeer uitstekende verdiensten. Wegens voorbeeldige of hoogstaande verrichtingen die het navolgen waard zijn op het stuk van de wetenschapsbeoefening. Meijer is in 1968 afgestudeerd aan de Universiteit te Delft als civiele ingenieur. Gedurende de afgelopen 50 jaar is hij actief in de civiele techniek en heeft hij internationaal en nationaal meerdere congressen en seminars bijgewoond om zo zijn kennis en vaardigheden bij te houden op het gebied van wegen- en waterbouwkunde en ook waterhuishouding. Meijer gaf in zijn reden aan dat hij hoopt dat er ordening komt voor de bouw- en constructiesector in Suriname. Het is al lang bekend dat de bouw- en constructiesector van Suriname, BKS, ook wel als graadmeter van de economische bedrijvigheid van ons land wordt aangemerkt en dat deze bouwsector trouwens voor een aantal belangrijke uitdagingen staat die onder meer het gevolg zijn van de mondiale en regionale processen zoals globalisatie, economische integratie en handelsliberalisatie. De aannemers, de raadgevende ingenieurs en de architecten zijn ervan overtuigd dat de overheid van Suriname, CQ, het ministerie van Openbare Werken, slechts in staat zal moeten zijn om de uitdagingen in de bouw- en de constructiesector te kunnen opvangen wanneer er in een gestructureerd overleg verder wordt gewerkt met de hiervoor genoemde representatieve belangenorganisaties uit de bouwwereld van ons land. Met een memorandum ordening bouw- en constructiesector in Suriname werd de overheid enige voorstellen gedaan en deze geeft op overzichtelijke wijze aan welke de betrokkenheid van de BKS zal zijn. Volgens Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit en van de Erepromotiecommissie, heeft het bestuur in verband met het 50-jarig bestaan van de universiteit besloten om gebruik te maken van haar bevoegdheid om eredoctoraten te verlenen. Het bestuur van de universiteit heeft op voorstel en voordracht van de faculteit der technologische wetenschappen, ondersteund door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Caribbean Employers Confederation, de Special Planners Association Suriname en het Waterforum Suriname en op voordracht van de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten besloten u, Marcel André Meijer, het eredoctoraat in de technologische wetenschappen te verlenen. Uw erepromotor, Dr. Derek John Verrier, is gemachtigd om u op de gebruikelijke wijze met de waardigheid te bekleden. Ik nodig Dr. Verrier uit dit nu te doen. Ik hoop dat de toekenning van dit eredoctoraat van onze Anton de Kom Universiteit van Suriname daartoe een stimulans voor je mag zijn. En ik wens je heel veel succes daarbij. En kijk met vele anderen met meer dan bijzondere belangstelling uit naar je nieuwe presentaties. Nogmaals, proficiat. De plechtigheid is gehouden in de Centrumkerk. Na zijn professionele activiteiten heeft de eredoctoraat Meijer vele sociale functies vervuld, waarvoor hij in de Republiek Suriname hoge onderscheidingen heeft mogen ontvangen. Meijer is ook als honorair consul-generaal van het Koninkrijk Noorwegen onderscheiden.